in het programma Wonderen vandaag. Ik ben Simon en ik heb vandaag een heel fijn programma voor u. Want ik wil spreken over Israël en het woord van God. Ik kom tot de conclusie dat, wel, ik hou echt van Israël. Ik ben er nog nooit geweest, maar Adi en ik zijn van plan om daarheen te gaan en wat programma's te maken in Israël, op de plaatsen die zo belangrijk zijn voor ons. En daar zit ik echt naar uit te kijken om dat te doen. Maar ik dacht er sowieso over na, hebben we zelfs in een ander programma ook gezegd, dat stel je voor als er geen Israël was geweest. Als Israël er niet was geweest en als de Joden er niet waren geweest, dan hadden we geen Oud Testament gehad. Hadden we niet de geboden gehad, de 10 geboden. Eigenlijk zijn het de 10 zegeningen. En dan hadden wij ook niet de profeten gehad en zelfs de psalmen. Want dat zijn allemaal Joods geschreven. Door Joodse profeten en door Joodse schrijvers. Maar het is eigenlijk geïnspireerd door de Heilige Geest. En dat is wel zo fantastisch. Hè? Maar stel je voor, als we geen Israël hadden, dan hadden we ook geen Messias. Dan hadden we ook geen redder. Want onze Jezus is geboren in Bethlehem, in een Joodse familie. En Maria was een Jodin. En haar vader, zijn vader, was een Jood. En je kan het je niet voorstellen zonder Israël. En dan het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament is geschreven door Joden, behalve het boek van Lucas en het boek van Handelingen. Israël wordt gehaat door veel mensen, vooral de Arabische landen. En die haat was, vroeger was het gewoon haat, maar tegenwoordig is het gewoon dat ze er tegen zijn dat Israël daar zelfs is. En waarom? Hè? Als je echt begint na te denken over die dingen, dan zeg je wel, hoe kan dat mogelijk zijn? Hè? En in Psalm 149, daar staat iets heel moois, dat wil ik jullie even laten zien. En daar staat het volgende. Prijs de Heere, zing een nieuw lied voor de Heere en prijs hem in uw samenkomsten. En dan staat er, laat Israël blij zijn als het aan zijn maker denkt. Laat alle inwoners van Jeruzalem jubelen over hun koning. Want de Heere is hun koning. De Heere Jezus is hun koning. God is hun koning. En toen Jezus kwam, toen kwam hij waar? Naar Israël toe. En moet je nagaan dat in 1804, dat is een mooi tijdje geleden, waren er 1 miljoen bewoners in Israël. Vandaag aan de dag zijn er over bijna 7 miljoen inwoners. 14 mei 1948, een echte gedenkdag. We denken dan dat Israël daar weer een land geworden is. 14 mei 1948. Dit jaar vieren we 60 jaar Israël. En weet je wat ik zo mooi vind, is dat in Genesis 13, vers 15, daar staat, want al dit land dat gij ziet, zal ik u geven en aan uw zaad tot in eeuwigheid. Nou, er zijn mensen die zeggen, ja, maar wacht eventjes, dat land moet verdeeld worden. Condoleezza Rice, die is weer bezig en Carter, president Carter, bezig om met de Palestijnen te praten. Vroeger waren het de Filistijnen, vandaag zijn het de Palestijnen. En de meeste van die Palestijnen zijn natuurlijk moslim. En je kan heel zeker zeggen dat de moslims niet bepaald vredachtig zijn met de christenen en met de joden. Beide. Ze noemen in feite Israël de kleine Satan en Amerika de grote Satan. Zou ik zeggen, noem je je vrienden niet. En zo, dat is werkelijk een probleem. En wij zien in Genesis 49 vers 10, en daar zien we weer heel wat moois. En het woord van God is zo fantastisch. Ik zal je wel vertellen, het is machtig. En Genesis 49 vers 10, en er staat, de schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Wel, dat is eigenlijk ook een profetie dat Jezus komt van Israël, van de Joden. En
Dat is eigenlijk een hele mooie profetie als je dat zo eventjes bekijkt. En dan natuurlijk in Deuteronomy, daar staat heel wat aardigs. Want daar staat dat dit is God die de boundaries zet, die de grenzen zet voor landen. En dat moeten we goed in de gaten houden, want het zijn niet wij die dat doen, maar God die dat doet. En dat is Deuteronomy 32 vers 8. Het zegt het volgende. Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen hij Adams kinderen vaneenscheidde, heeft hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls. Nou, is dat niet interessant om te horen? Dus God die had zijn hand op Israël altijd. Hij heeft ze uitverkoren. Ik heb wel eens gehoord van een Jodin, was een vriend van ons, en hebben een programma meegedaan jaren geleden. Zij is nu bij de Heer. Maar ze zei, het is zo dat wij komen door het bloed tot de belofte. Maar Israël is gekomen door de belofte tot het bloed. En ik denk, hey, dat is mooi dat ze, zoals ze dat zei. Hè? Waarom haat de wereld Israël? Vroeger toen haatten ze ze, maar tegenwoordig willen ze zelfs niet dat ze er maar zijn. Ze willen Israël weg hebben. Nou, dat is altijd al zo geweest door de jaren heen, zoals ik het zie hier in de Bijbel. Zelfs al toen in de tijd van Esther. En dat was heel frappant. Want in de tijd van Esther, in het boek van Esther in feite, hoofdstuk 3 en dan vers 13, daar staat iets heel eigenaardigs. En als je dat zo ziet, dan zeg je, is dat wel zo? Is dat wel zo? Het zegt hier, en de brieven die werden gezonden door het land, door de hand der lopers tot al de landschappen des konings, dat men zou verdelgen, doden en verdoen al de Joden van de jongste tot de oudste toe, de kleine kinderen en de vrouwen, op één dag, op de 13e van de 12e maand, dat is de maand van Adar, en dat men hun buit zou roven. In het boek staat het, in het moderne Nederland staat er, en de heilboden brachten de brieven naar alle gewesten van het Rijk. En zo werd overal dit bevel bekend. Alle Joden, jong en oud, ook vrouwen en kinderen, moeten worden gedood op de 13e dag van de 12e maand van hetzelfde jaar. En hun bezittingen mogen in beslag worden genomen. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik herken dat nog van de Tweede Wereldoorlog. Het was precies hetzelfde. Toen werden de Joden op treinen gezet en ze deden ze in beestenwagens. En sturen ze naar concentratiekampen en vergasten ze en verbranden ze. En dat was niet alleen maar haat, maar het was dat ze er tegen waren dat de Joden er op deze wereld waren. En dat is erg. En je kan zien waarom, laat ik zeggen, de boze daarachter zit, de Satan. En dat kunnen we ook zien in Openbaringen. En dan wil ik eventjes heen gaan. Tussen twee haakjes op vers 14 van hoofdstuk 4 in Esther. Daar staat weer iets heel moois, want er staat daar, want Esther die was een Jodin. En ze was in het hof van de koning. En dan zegt Mordecai, die zegt tegen haar, als jij in een tijd als deze blijft zwijgen, zullen we ons wel op een andere manier redden, maar jij en je familie zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist met het oog op deze tijd in het paleis bent terechtgekomen. Zo, hij zegt, wie weet of jij niet om zulke tijd als deze tot dit koninkrijk geraakt bent. En dat was het. Voor die tijd was zij daar. En God had er een bedoeling mee. En wat mooi. Maar goed, we zouden eventjes naar Openbaringen gaan, 12 vers 13, zegt het volgende. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En dat spreekt over dat
eigenlijk, er was haat van Satan op de vrouw die het mannetje tot geboren bracht te zijn. En zo die haat, die heeft zijn oorsprong in de duivel. En zo Haman en Esther, zoals ze dat zien, dat is één. En dan zie je in het jaar 165 voor Christus Antiochus Epiphanes. We zien daar weer een vervolging van, en hij was van Syrië. En dan zien we King Herodias in Matthäus 2, vers 16 tot 18. En dat zien we toen Jezus geboren werd. Weer hetzelfde probleem. En dat kwam gewoon uit die haat, die komt, wordt gewoon, heeft zijn oorsprong. In de duivel. Dat zal ik je wel vertellen. Komt anders nergens weg dan daarvan. En zo, hij liet die lui komen stiekem en toen ging hij, in vers 16 ging hij, bedreef hij kindermoord eigenlijk, want als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, want die wijzen die gingen weer terug, toen ze bij Jezus geweest waren daar, en ze brachten hem allerhande soorten geschenken, en ze gingen een andere weg terug, ze gingen niet terug naar Herodes om dat allemaal te vertellen, en toen Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enige afgezonden hebbende heeft hij omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al dezelfde landpalen waren, van 2 jaar oud en daaronder, na de tijd, en die hij van de wijzen naastiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken was door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm, en Rachel weende voor haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat ze daar niet meer zijn. Oh, wat vreselijk. En al die kinderen werden vermoord. Zo, je ziet die haat dus met Haman in het boek van Esther. Je ziet het met Epiphanes, Antioch Epiphanes in Syrië. Je ziet het met King Herodias. En we zien het toen de Joden werden gekruisigd tijdens de tijd van de Romeinen. Het was niet alleen Jezus die gekruisigd was, er waren meer gekruisigd, maar Jezus was gekruisigd voor onze zonden. En dat is wel zo fantastisch. En dan zien we het weer in de wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, met Adolf Hitler. We zien het met die concentratiekampen in, waar ongeveer 6 miljoen Joden omgebracht zijn op een vreselijke manier. En natuurlijk ook nog zoveel andere politieke gevangenen en christenen. Ook nog wel een goede 6 miljoen, misschien wel meer. Zo, er zijn wel 12 miljoen mensen omgekomen in die concentratiekampen. En dat was een vreselijke tijd voor veel mensen. Attie en ik die woonden in Nederland op dat ogenblik gedurende de oorlog. En ik was maar een jonge jongen. Ik denk ik 6 jaar was toen de oorlog begon. Ik denk dat ik 10 of 11 was toen hij ophield. En ik kan het me goed herinneren. Nu zien we het vandaag weer, december 2006 zagen we die leider van Iran, Mahmoud Ahmadinejad. En die maakte een opmerking en zegt dat die Holocaust, die concentratiekampen zijn er nooit geweest. Dat was in december of 2006. We zien het weer in Openbaringen, waar de Joden vervolgd worden in het laatste van de Bijbel. En we zien het, wordt eigenlijk voorspeld of geprofeteerd in het boek van Daniël. En bijvoorbeeld in Daniël 7, vers 52. Of is het vers 25? I think it is Daniel 7, vers 25, dat is wat ik heb. En het zegt hier, en hij zal tekeer gaan tegen de Allerhoogste God en zijn heiligen achtervolgen. En hij zal proberen alle wetten, regels en gebruiken te veranderen. 3,5 jaar lang zullen de heiligen aan zijn grillen worden overleverd. Is dat nou niet waar?
Het is wel heel erg. In Galaten, daar zag ik iets heel interessants over hetzelfde onderwerp. En het was in Galaten, ik meende dat het Galaten 4 was, waar we zien dat de twee verbonden tussen, van God, waar je hebt Sarah en Hagar. En Sarah was de moeder van Isaac. En Sarah was de moeder van het kind van belofte. Dat had God beloofd aan Abraham. Maar Hagar was de moeder van het kind en dat was Ismaël. En daar staat er iets heel aardigs in Galaten. Dat ik net zag in vers 29, Galaten 4, en er staat: doch gelijkerwijs, toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was. Zo Ismaël, die was naar het vlees geboren, die vervolgde degene die naar de geest geboren waren. En dan staat er, comma, alzo ook nu. Het is nog precies hetzelfde vandaag. En de Bijbel is zo... up-to-date, zeggen ze dan. Dat is geweldig. Moeten we eventjes vasthouden. We gaan even naar muziek. Zo, blijf kijken. When we walk through life's darkest valley, we will look back at all you have done. And we will shout. Zeg voor die fijne muziek. Wat was dat een prachtmooi stuk muziek. Hè? Het verrijkt je ziel. Ik was zat op het vliegveld, Mati en ik, op het vliegveld in Denver, Colorado. We kwamen net terug van Knoxville. Yvonne, onze dochter, die woont daar, waar die drie staten zijn, Kentucky en Virginia en Tennessee. En dat is zo'n prachtige mooie omgeving, prachtige mooie bossen en groene weiden en ja, er lopen beren rond, herten, buffalo. Het is echt Wild West, zeggen ze wel eens, maar zo is het. Het is prachtig mooi. En er is een gedeelte daar, er is een hele hoge berg en daar gaat een tunnel doorheen. Ga je van Tennessee naar Kentucky en als je recht afslaat, net voor de tunnel, dan ga je naar Virginia.
Maar wij gingen door die tunnel heen naar een stad in Kentucky. En het is zo vlak naast elkaar. Het is net een drie landenpunt zoals je in Nederland hebt. Ja, dan heb je België en Nederland en Duitsland. Dat drie landenpunt. Maar dit is een drie statenpunt. Maar Cumberland Gap is waar dat is. En dat is waar Daniel Boone ging into the Ohio Valley in 1800. En een prachtige mooie omgeving. En een hele mooie oude huizen heb je daar staan. En het is en prachtige, prachtige bossen. Het is er net als Holland. Het regent 8 dagen per week. Maar daarom is alles zo groen. Hè. Het is wel echt, echt mooi. Maar in ieder geval, we waren op weg terug. En we vlogen van Knoxville naar Denver. En van Denver naar Los Angeles, waar we wonen op het ogenblik. En daar zat ik met een man te praten en die zat te lezen en die las het boek van achter naar voren. En ik denk, wat zit hij te lezen? En dan keek ik ernaar en was in het Hebreeuws geschreven. En ik zeg, bent u Joods? Hij zegt, ja, ik ben in Jeruzalem geboren. Ik zeg, wow, wat fantastisch. Ik zeg, oh, dan krijg je het Oude Testament heel goed. Hij zegt, oh ja, ik heb het Oude Testament geleerd. Hij zegt, van jongs af aan. En in het Aramees. En dat was eigenlijk de taal waarschijnlijk die Jezus sprak toen hij hier op deze aarde rondwandelde. En hij zegt, ik heb de Torah heb ik bestudeerd in die taal. Ik zeg, wat fantastisch. Ik zeg, dan ben je wel bekend met het Abraham. Hij zegt, oh ja. En hij vertelde me dat Abraham had een belofte van een zoon voor 25 jaar. En dan moest hij op wachten. En toen eindelijk kwam die zoon en toen noemden ze hem lachende of Isaac. Wat betekent lachen? En het was zeker, bracht een glimlach op hun gezicht, want ik denk Abraham was toen bij die tijd, hij was 75 jaar toen hij die belofte kreeg en hij was 100 jaar toen Isaac geboren was. Maar toen kwam er een bepaald punt en Isaac waarschijnlijk een tiener was, hij waarschijnlijk misschien 12, 13, 14 jaar. En toen vroeg God om hem die zoon op te offeren op een altaar. Zo hij ging naar, waarschijnlijk was het Mount Moria, Berg Moria, waar vandaag aan de dag in Jeruzalem die tempel heeft gestaan. En op het ogenblik staat er een moskee. Maar goed, daar zou eigenlijk die tempel stil nog steeds moeten staan. Maar die tempel was verwoest in het jaar 70 na Christus. Maar dat is waar hij zijn zoon die berg opbracht, vertelde die man mij. En hij had het heel goed bestudeerd. En ik luisterde naar en het was een heel mooi verhaal, want ik ben er heel goed mee bekend en hij had het gestudeerd. En hij zegt, hij was Joods. En hij zei, en Abraham die bracht het mes en hij zou die zoon opofferen aan God. Had een altaar gebouwd, had het hout er gebracht. De jongen die waarschijnlijk had het hout op zijn rug gesjouwd daar op die berg op. En hij zei tegen zijn bedienden van, ik en mijn zoon komen weer terug. Ik en de jongen komen terug nadat we de Heer hebben aanbeden. He? To worship. Hebben aanbeden daar. En het was een aanbidding. En, maar de engel die hield zijn hand vast. En de jongen die werd niet gedood. En toen zegt God, hij zegt, nou weet ik dat je bij boven alles lief hebt. He? Toen zag hij daar een ram in de bosjes staan. En daarom, vandaag aan de dag, spelen ze op een raamshoorn in Israël. Tadaa, weet je. En dat is omdat God het offer bracht. He? Maar er is een diepere betekenis van dat, vertelde ik hem toen. Ik zei, in het Nieuwe Testament, daar zien we dat God de Vader zijn zoon opofferde. En we zien dat in een hele bekende vers 3:16 zeggen ze wel eens. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enigst geboren zoon gegeven heeft. Dat aan ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Oh, wat fantastisch. En dan zien we dat God ons zo lief heeft. En God heeft u zo lief. En eigenlijk alles wat u hoeft te doen is zeggen, hey, ja, ik ben een zondaar. Want het zegt dat allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En er is niet één goed, niemand is goed in de ogen van God. We hebben allemaal een redder nodig. In feite, dat is juist het probleem met de moslimreligie, is ze hebben geen redder. Maar wij hebben een redder, wij hebben Jezus als onze redder. Jezus heeft onze zonden op zich genomen en hij is aan het kruis gestorven en hij zegt, het is volbracht.
En op een bepaald ogenblik dus zei hij, oh heren, de God die kon niet op hem zien, maar hij had onze zonde op zich genomen. Hij zegt, waarom hebt gij mij verlaten? Want God kon niet naar hem zien op dat ogenblik, want hij had onze zonde op zich. En dat is wat Jezus heeft voor ons gedaan, heeft voor u gedaan. En u hoeft alleen maar te realiseren dat u zondaar bent. Nou, ik hoef u niet te vertellen dat u zondaar bent. Als ik u vraag, heb u wel eens gelopen? Want als je met tanden tegen me zegt, want ik heb nog nooit gelogen, dan denk ik dat je een grote leugenaar bent. Heb je iets wat je genomen dat niet van jou is? Dan ben je een dief. Als je iets zegt dat niet waar is, dan ben je een leugenaar. Zou je broer, we zijn allemaal zondaars. En als je realiseert dat je zondaar bent, dan heb je God nodig. Want het loon van de zonde is de dood. Daarom sterven wij. Maar we kunnen voor eeuwig bij God zijn als we dat offer dat hij aanbiedt, aannemen. En we ons realiseren dat we zondaar zijn. En zeggen, Heer, ik ben een zondaar, vergeef me. Waarom bidt u nu met mij op dit ogenblik? En zeg heel eenvoudig, Heer, zeg het maar. Heer, ik ben een zondaar. En ik heb berouw van mijn zonde. O Heer, alsjeblieft, vergeef al mijn zonden. Kom in mijn leven. Kom in mijn hart. Nu. En ik dank u daarvoor. O, ik dank u daarvoor. In de naam van Jezus. Amen. Nou, als u dat met mij gebeden hebt, dan bent u nu een kind van God. En dan moet u een stap 2 nemen. En dat is het die we iemand vertellen. Want dat zegt in Romeinen 10 vers 9, dat als u zegt met uw mond dat Jezus Heer is en gelooft in uw hart dat God hem van de doden heeft verrezen, dan staat er, dan zult gij zalig worden. Je kan weten dat je weet dat je kind van God bent. Oh, dat is zo fantastisch. En zoals er niemand bij u is, stuur ons even een e-mail en laat het ons even weten wat God voor u doet en wat voor u heeft gedaan. En dat is wel zo mooi, hè, dat je die stap kan nemen. En nou moet u het woord van God beginnen te lezen, want het woord van God is machtig. De Bijbel. Als u niet een Bijbel hebt, ga naar de winkel en haal een Bijbel. En begin in het boek van Johannes te lezen, dat is wel zo mooi. En dan moet u stap 3 nemen, en dat is naar de kerk gaan. Vind een kerk waar ze in de woord van God, in de Bijbel geloven, waar ze preken dat de Bijbel het woord van God is en waar mensen tot de Heer komen. Waar ze een uitnodiging geven, zoals ik dus net heb gedaan. En het is zo belangrijk. Zo, nummer 1, vertel het even aan iemand. Nummer 2, lees de Bijbel. En nummer 3, ga naar de kerk. Maar voordat ik sluit, wil ik nog wat zeggen over de 2 boeken die wij verkrijgbaar hebben. Die zijn geschreven door mijn lieve vrouw Ati. En het ene boek is There's Life After Breast Cancer. Er is leven na borstkanker. Heel fijn verhaal. En veel informatie voor als je kanker hebt of wat voor ziekte ook. En het andere boek is getiteld A Miracle, een wonder. En dat is eigenlijk het verhaal over ons leven hier in de Verenigde Staten. En waar we doorheen zijn gegaan met een geweldige genezing van onze zoon Simon van scleroderma. We zijn het eind van het programma. God zegen u. Ga wel met u. Heb een geweldige week. En we zien u volgende week. Tot ziens. Halleluja.